Die vijand die hoop ik eigenlijk nooit meer te zien. Sublevel 8. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben we een van de gevaarlijkste vijanden ooit gezien. Namelijk, weet ik hoe dat zijn naam is, Danger 2.3. Goed, als je hier bij sublevel 8 terechtkomt, kun je je Pikmin eindelijk een beetje, dus zeg maar, upkrikken. We kunnen heel veel paars hier maken. Ik zie hier 2 paars. Volgens mij konden we hier 15 paars ook maken. Ja, ik zie daar nog een paars liggen. En er zit hier dus ook nog een extra bloem, waardoor dat we dus Pikmin terug kunnen komen. Nou wil ik dus even kijken naar onze Pikmin aantal in totaal. We zitten op 15 rode. Ik denk dat ik die 15 rode totaal om ga gooien in paarse. En dat ik 1 blauwe ga gooien om daar heel veel gele van te maken. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil een blauwe hier van me pakken. Wil ik wachten tot hij geel wordt. Nou wordt hij rood. En het grappige is, je hoeft hier maar 1 Pikmin in te gooien. En het spuit dus zeg maar meerdere Pikmin er weer uit. Als ik me niet vergis kun je zo tot maximaal 10 Pikmin per bloem zeg maar te pakken krijgen. Dit is enorm handig mocht je dus zeg maar veel Pikmin kwijt zijn geraakt in dungeons. En ik wou dus dat ze dus echt wel wat vriendelijker waren om dus wat meer van de Pikmin zo zeg maar in te gooien. Ik ga even kijken. Dat zijn de eerste paarse. Dus ja, dit is eigenlijk weer eventjes zo'n rustvloer. Waar dat je dus rustig weer even op adem kan komen. Eventjes weer een beetje je Pikmin kan organiseren. Van hoe wil ik ze nou precies aanpakken. Ik gooi hier ook nog eventjes alle rode in. En ik denk dat het eigenlijk geen verstandig idee is om al mijn rode erin te gooien. Mochten we nog wat vuurhazards tegenkomen. Dus ik denk dat ik 1 rode wil bewaren. Dus ik denk dat ik toch 1 blauwe Pikmin nog opoffer. Aangezien dat ik niet denk dat we hier veel blauwe Pikmin nodig gaan hebben. Wil jij die eieren nog wel even maar rust laten? Dank je. Oké. Oké, en de rest wordt dus rood. Dan hebben we in totaal 1 rode Pikmin over. En dat is eigenlijk wel gunstig genoeg voor wat we dadelijk hier willen gaan doen. Ik weet dat we nou heel erg veel paarsen nodig hebben. Of paarsen gaan hebben. Maar die hebben we dus nodig in een latere stage van de dungeon. Niet van de dungeon, maar van het spel. Dus vandaar dat we echt heel veel paarsen nodig hebben. Witte valt op zich wel mee. Ik bedoel, er is niet echt ergens iets waar we dus een enorme grote squad van witte nodig hebben. Maar blauwe die hebben dus zeg maar een enorme squad voor nodig. Gele hebben dus een enorme squad voor nodig. En paarse alleen maar voor een bepaalde treasure. Ik weet het, paarse zijn enorm handig om mee aan te vallen. Maar de enigste plek waar dat we dus... Ja, enorm handig. Dankjewel. Gaan jullie wel gelijk aan de nectar liggen te slurpen? Stelletje slurpkousen. Nee, alle Pikmin die we in ieder geval verloren zijn, die hebben we dus in een soort van manier weer terug. En... excuse me. Sorry. Dit is een koude tocht geweest, maar goed. Eventjes even alle lief Pikmin eventjes een bloemetje geven. Bijna verhalen het einde zacht, dus waarom ook niet. Even kijken, ik zie daar nog 1 paarse lief tussen zitten. Nog een paar gele, oké. Dus ik denk dat we nou alles wel hebben. We kunnen nog heel eventjes die eieren even openkloppen om te kijken of er nog een potion in kan zitten. Want er liggen hier ook heel erg veel eieren. Dus daar ligt trouwens nog zo'n bloem. Mocht je nog meerdere Pikmin kwijt zijn geraakt. Maar tot nu toe denk ik dat we wel goed zitten. Nee. Zo'n kleine gap. Serieus. Nou ja, weet je wat? Dan maken we er toch nog even wat gele extra bij. Maakt niet uit. Verwacht. Geel. Ik haat dat zo erg. Als er een Pikmin op een ledge staat en je wil hem proberen terug te blazen. Van, kom eens eventjes terug. Nou ja, het is wel een manier om dus zeg maar nog een beetje je team aan te kunnen passen. Van, goh, heb ik wel genoeg van alles? En, ja. Oh! Dat waren de nieuwe vijanden, of ik heb ze 1 keer in de reacties gezien, dat jullie het daarover hadden. Ja, deze vijanden die kunnen in die eieren zitten, die zorgen ervoor dat je Pikmin echt enorm gek gaan worden. Die worden echt
Die weten niet meer waar wat links is en wat rechts is. En de paarse Pikmin die zijn er heel erg goed in om ze dus zo snel mogelijk weg te jagen. Nou, deze vloer die is dus heel erg belangrijk om Pikmin te gaan farmen op het moment dat nodig is. Nou, we hebben 5 minuten hier in deze vloer gedaan. Dus ik ga heel eventjes de andere kant op kijken, just in case. En we gaan dus dieper met de Pikmin. Ik geloof dat achter de laatste vloer is, dat weet ik niet zeker. Ik hoop het wel, want ik heb nou enge beesten gezien en ik hou niet van enge beesten. Oh, sorry, ik heb level 9 zelf. Ja, oh boy. Goed. Wij gaan hier gele Pikmin voor nodig hebben. Dit is extreem gevaarlijk. Dit is een van mijn minst favoriete, maar aan de andere kant ook weer meest favoriete bazen. Aangezien dat... ja, ik hoop... Even kijken hoor. Als het niet weg is. Ik ga ze even veilig stellen. Oh boy. Hier staan ze op zich wel veilig. Goed, we willen één kapitein hebben met de gele Pikmin. En de andere Pikmin die willen we dus zo ver mogelijk hier vandaan hebben. Ik zei één kapitein. Ja, Louis, ik weet het. Je vindt het hartstikke leuk om bij ons te zijn. We hebben 26 gele. Ik hoop dat dit genoeg is. Oké, we gaan dus zeg maar hier staan. Dit wordt onze battle arena. Dit wordt onze defense. En jullie... wil ik eigenlijk zo ver mogelijk erachter hebben staan, zodat hij niet op ons gaat schieten. En normaal gesproken sta je hier eigenlijk best wel veilig. Planning! Oké. Ik hoop dat we hier veilig staan. Goed. Wat we willen doen is, we willen dus naar hem toe lopen. Hi. Ik wil er één Pikmin op gooien. Gelijk terugfluiten die af. En hierachter gaan schuilen. Oh boy. Dit beest vindt het namelijk leuk. Oh boy. Oh boy, dat is niet handig. Dude. Ik weet nog niet waarom. Waarom ga je nou nog niet schieten? En nou schieten? Hij is alleen nog maar op loopfase. Oké, dan lokken we hem eventjes hier terug naartoe. Ik ben helemaal vergeten dat deze baas gaat. Oké, gooi hem een Pikmin op hem. Oh boy. Oké, we zijn één gele kwijt. Oh, nee. Oké, je wilt dus aan wachten zeg maar, tot hij gaat roken. Oh boy. Ga je weer schieten? Blijft aan de wandel, oké, dat is niet erg. Oké, ik wil dat je hier je laserlampje laat zien. Laat je mooie laserlampjes zien. Dude. Oké, nou gaat hij zitten. Ja, hij komt eraan met zijn laserlampje. Oké, hierachter gaan veilig staan. Schuilen. Oké, en als hij klaar is, rode potion erop. En dan wil je dus zo snel mogelijk al je Pikmin erop gooien. Oké, terug. Alles gefloten. Oké, we zijn 2 gele Pikmin kwijt tot nu toe. Wachten tot hij klaar is met aanvallen. Goed. Oké, gaat lekker zo. Oh boy. Ze zijn heel erg verspreid nu. Oh boy, dit is niet goed. Oh, nee. Weer een Pikmin kwijt. Holy snikies. Dat waren heel veel gele Pikmin die we daar kwijt raakten. Damn. Nou ja, we zitten nog goed met onze gele Pikmin, dus we zitten nog goed. Oh, ik haat deze baas. We zouden dit veel beter kunnen doen natuurlijk, maar... Oh, natuurlijk faal ik weer enorm bij deze baas. Oké, we zitten hier safe. Oké, sta weer met schieten. Kom op. Die laatste pixel al. Weg ermee. Nee, jij bent dood. Je bent hartstikke dood. Oh, deze baas is moeilijk.
Nou is het voordeel, je hoeft deze baas dus niet constant te verslaan. Elke keer als je deze cave terugkomt, kun je dus een cave hiervoor in sublevel 8, kun je dus zeg maar al de cave verlaten. That mechanic monster is no longer functional. Goh, meen je dat nou? An insect and a machine forming a symbiotic relationship. Life forms here are beyond odd. Ja, dat kun je nog wel zeggen. Innovating area scan, glass sphere detected. Dit ding is enorm handig. Dit is een ding. Dit ding wil je zeker hebben voordat je verder gaat naar andere dungeons. Dus, geef me even een seconde hoor. Ik ben een beetje aan de verkouden kant. Hou me niet tegen. Bleh. Maar we hebben de gloeilamp van 100 poko's. De Stellar Orb. Nou, dat is leuk. If I combine this glass sphere with the synthetic sun I have been secretly developing. Ja. Processing complete, I have now manufactured a solar system. Ook wel bekend als LPV. The artificial sunlight in Eminence will brighten underground areas. Oftewel, we zullen dus nu veel beter licht hebben in dungeons. Zoals je al ziet, het ziet er hier al een stuk brighter uit. Maar dungeons zullen dus veel brighter zijn als dat ze eerst waren. Nou, in ieder geval, we zijn heel veel pinguïn kwijtgeraakt. Ik haat deze cave. Oh, het had erger afgekund. Ik bedoel, die kogel net over die barrière heen ging. Dat was inderdaad heel erg vervelend. Nou, we hadden nog maar 33 poko's nodig. We hebben er in totaal 1225 gehaald. Dus we zitten ruim over het limiet heen. We zijn 16 Pikmin kwijtgeraakt in de pijn. Maar ja, we hebben hem in ieder geval gehaald. En ondanks dat je dus zeg maar nog tijd over zou hebben, mocht je het doel hebben gehaald, ga je automatisch gelijk naar het einde van de dag. Dan zaten we hier al gelukkig bij het einde van de dag, dus niet echt veel is verloren gegaan. Goed. You've repaired the entire depth. Yay. Zie, het stopt automatisch. Mission complete. You've earned 10,000 poko's. Eigenlijk 11,000, maar dan maak ik... Now, Hogwarts Pride will be prosperous and debt-free until the end of times. Prepare to blast off. Return to Hogwarts triumphantly. Yay. Okay, now, doei Pikmin. Dunked, I guess. Nou, dat was handig. Louis, vind je ook niet? Ik wil... Oh, die blauwe, die kijkt zo zielig. Oh. Wat? Waar is Louis? Houston, we have a problem. Ik denk dat we terug moeten. Dit is niet echt goed. Oké, dan krijg je dus te zien hoe dat onze results zijn op het moment dat we dus, de depth hebben gehaald. Zoals je kunt zien, overal staan we op de eerste plaats. Geen Pikmin kwijtgeraakt aan... 15 aan explosies. Ja, die kogels die staan nogal op de explosies. En we hebben... hier hebben we heel erg veel nummers. Dus, dit ziet er eigenlijk best wel gunstig uit. We kunnen dadelijk nog heel eventjes terugscrollen. Dan kan ik het eventjes in detail een beetje brengen. Goed, in totaal. Even terug naar boven toe. Oké, we hebben 10 dagen gehad. Dat is niet mijn eerste record. Mijn eerste record staat op de 9 dagen. We zijn in totaal 41 Pikmin. Dat zijn de meeste Pikmin tot nu toe die ik kwijt ben geraakt tijdens een playsessie. Zo kun je maar zien hoe dat het natuurlijk gaat met audiocommentaar. Terwijl dat je aan het spelen bent, dan maak je wel mijn fouten. 20 zijn we kwijtgeraakt in battle. Dat is niet het meeste. We zijn 20 Pikmin, 22, dus ja. Dus we, ja. Pikmin achtergelaten, 0. We zijn geen 1 Pikmin achtergelaten. We zijn 5 Pikmin kwijtgeraakt aan vuur. Dat is nieuw.
Geen Pikmin aan water, geen Pikmin aan stroom. 15 aan explosies, zeker een Pikmin aan poison. Dat is de ene, dat is die paarse, zeg maar. 320 Pikmin hebben wij laten sprouten. Dat is eentje meer als wat ik eerder een keertje heb gedaan. 56 rode hebben we op het moment. Dat is het minste aantal wat we nu op het moment hebben. 75 gele, omdat gele zijn hartstikke handig. Blauwe, witte en paarse zitten al op de 70. Dus we hoeven dadelijk dat trucje maar één keer te doen. En 48 is toch de twee na snelste keer dat ik dus zeg maar bij de depth ben gekomen. Maar dit is pas niet echt halverwege. Ik zou zeggen eerder 3/4 rond het tijdstip waar dat je dus zeg maar met het spel gaat. Want ja... Louie is pleiten, dus dan komen we bij een nieuwe cutscene. Thanks to you, our company has been saved, Olimar. What? There is still more treasure? Good gravy! If we collect them all, we'll be filthy rich! Louie! Where's Louie? What? You lost him? In that case... I shall go! Oh boy. Ja, op het moment dat je dus zeg maar het spel hebt uitgespeeld. Oh, ik zie dat we zelf nog een treasure hebben vergeten in die ene dungeon van net. Nou, het komt goed uit dat we die dungeon toch nog even terug in moeten. Want ik zie dus dat we daar inderdaad één dungeon... En er zijn nog 2 treasures boven rond. Ik dacht dat het alleen nog maar die kroon was. Nou ja, ik wou daar sowieso nog terug om dat ene te laten zien. En ondertussen dat je dus zeg maar de 10.000 pokers hebt gehaald... is er ook nog de Wistful Wild, die extreem moeilijk is... en die we dus ook echt pas tegen het eind van de Let's Play gaan doen... aangezien dat we ook nog enorm veel te doen hebben in de Perplexing Pool. Er zijn nog 2 dungeons, er zijn nog 7 treasures die we daar moeten vinden... maar ik wil eventjes nog toch in deze aflevering terug naar de Valley of Repose. De reden waarom dat ik dit in deze aflevering doe... is sowieso die 2 treasures die we dus zeg maar boven ons nog kunnen halen. Je weet wel, de ene kroontje bijvoorbeeld, die wil ik zeker gaan halen... En in plaats van Louie hebben we dus nu de president bij ons. En ons schip is in één keer goud. Mr. President, you've arrived. My scans indicated this planet is still heavily loaded, laden with treasure. We shall make our return flight to Golden into the King of Deep Space long haul flight. Then everyone will be gaudily clad in gold like me. No, I am unique and beautiful. Yes. Yes! Olimar, I must ask that you take extreme care so that as not to insult or endanger our president. Dat doen we dus wel, maar goed. For now, where should Louis be? To be stuck on an uncivilized planet with no food at all? I am concerned you waste no time in finding him. Tuurlijk wel. We hebben zoveel mogelijk tijd om te verspelen, dus... Goed, wat we hier dus nou willen doen is we willen zoveel mogelijk rode Pikmin meenemen... Ja, jullie horen het goed. Het klinkt heel erg raar, maar ik wil zoveel mogelijk rode Pikmin meenemen. En ik denk dat ik... Ik weet niet of we nog... ze zijn allemaal leaves. Dat kan nogal problematisch zijn. Wat we willen doen is... We willen dus hier naar boven toe eventjes deze eieren even pakken. Hi, kom jullie even mee. En dan gaan we dus heel eventjes terug naar die kroon. Maar ik vraag me eigenlijk af waar dan die tweede treasure is die we dus nog missen. Oh, er ligt hier een potion. Ja, maakt niet uit. De reden waarom dat ik zoveel rode Pikmin met me meeneem is die cave die we dus zeg maar hebben geëxploord. Die cave daar willen we weer naartoe. En dan willen we zoveel mogelijk rode willen we dus zeg maar transformeren in paarse. Nou in dit geval hebben we er nog 30 nodig ongeveer. Dus moeten we 2 keer door die cave heen gaan. Plus we zijn er een treasure vergeten. Dus moeten we daar sowieso nog een keer naartoe gaan. Maar omdat we hier dus de vorige keer zijn geweest. Is het dus nou zo handig om dus gelijk naar die cave toe te gaan. Nou ga ik jullie laten zien wat dus waarom dat die cave juist zo spectaculair is om dus paarse Pikmin te farmen. Of eventueel zelfs witte Pikmin te farmen, mocht je nog wel extra witte Pikmin mee willen nemen. Tot we maar 57 Pikmin bij ons hebben, dat is geen enkel probleem. Dat ook nog eens een keer. Dus denk je bij je eigen van waarom neem je geen 100 Pikmin mee, zal ik jullie laten zien waarom. Die ene treasure daarentegen, die wil ik wel eventjes weten waar dat die precies ligt en waar dat ik hem precies vergeten ben. Dit wordt niet echt, dit wordt heel erg veel knippen-plakwerk, want ik wil jullie namelijk precies een trucje laten zien wat dus zo handig is om paarse Pikmin te farmen. Blauwe Pikmin waren hier niet nodig. Oké, nou, dat wou ik eventjes weten. Goed. We gaan hier even terug naar binnen. Wat we nu elke keer willen doen is, we willen onze Pikmin gewoon achterlaten op de sublevel waar dat we landen en gelijk doorlopen richting de plek waar dus zeg maar...
ja, de volgende sublevel is. Aangezien dat we hier alle treasures al hebben, hoeven we ons dus absoluut geen zorgen te maken over de vijanden of wat dan ook. Daar hebben we die sneeuw. Even kijken hoor, waar zit hier de uitgang? Even kijken. Oh, die zit hier al dichtbij zelfs. Dat is nog makkelijker. Dus dit wil je eigenlijk constant gaan doen. Je wil gewoon alleen met je kapitein rondlopen, eventjes de uitgang zoeken. Loop ik nou wel goed? Ja toch? Ja. Gewoon alleen maar naar de uitgang lopen, meer hoef je niet te doen. En dan eigenlijk weer naar die bloemen toe te lopen. Dit is het enigste wat je hier wil doen of hoeft te doen. Een cave zal ook een stukje brighter zijn, maar ja. Dit is eigenlijk praktisch wat je hier wil doen om even Pikmin te farmen. Dus ik doe dit heel eventjes om naar die bloemen toe te gaan. En mocht ik jullie dus zeg maar vinden waar dat we een trace vergeten zijn, neem ik jullie natuurlijk daar wel eventjes mee naartoe. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, we hebben nou ons eerste paar witte hebben we nou ook al te pakken gekregen, aangezien dat we hier op de vloer zijn. En dan wil ik eigenlijk nog wel iets grappigs laten horen. Op het moment als je dus zeg maar als de president speelt, hoor je dus op het moment dat jij aan de Pikmin een commando geeft. Een iets lagere teun. En in plaats van een fluit heeft hij een toeter. Vond ik altijd wel een leuk detail. Maar goed, we gaan nog heel eventjes door. Omdat we dus de paarse Pikmin nog eventjes willen vinden. En ja, ik denk dat we dit zo'n twee keer moeten doen. Dus dat doe ik nog een keertje offscreen. Dus in deze dag. Maar ja, dit is dus zeg maar de truc om zo snel mogelijk 100 paarse Pikmin te gaan krijgen. Omdat paarse Pikmin, daar hebben we er toch 100 van nodig. Maar goed. Even dit gedaan te hebben, ik zie jullie in de seconde. Oké, teruggekomen hier bij sublevel 8. Ben ik erachter gekomen welke treasure dat we precies hier nou missen. Maakt niet echt uit welke club Pikmin dat we hier eigenlijk maken, maar ja. Ik heb zoiets van laten we het toch maar even rood doen, omdat we hebben ons hele rode team bij ons. En dit zijn de enigste Pikmin die wij hebben. Oké, van 57, zeg ik wel goed. De 65, dus dat wil zeggen dat we 8 Pikmin hiervan kunnen krijgen. Ah, dat geeft ons eigenlijk een beetje zeg maar de gratispaarse die we dus zeg maar hier willen gaan maken. Nou, dat is alleen maar gunstig. En ik ben erachter gekomen de fout die we hebben gemaakt bij de vorige vloer. Waarschijnlijk zit er namelijk nog een item op sublevel 7 en die is nogal moeilijk om te krijgen. Maar daar gaan we gele Pikmin voor nodig hebben. Dus ik collect heel eventjes hier de Pikmin en ik zie jullie weer in een seconde. Oké, als je dan klaar bent zeg maar weer met deze vloer, dan kun je dus zeg maar gewoon de spuit 11 gebruiken om weer terug naar boven je eigen te lanceren. Dus ik denk dan doen we dat eventjes gelijk en dan zijn we daar ook weer mee klaar. Nou wil ik voordat we terug gaan die dungeon in, wil ik toch eerst eventjes die 2 treasures halen die we dus nog bovengronds kunnen gaan halen. Nou, we hebben hier geen geld op gehaald, dat is ook absoluut niet nodig op het moment. Aangezien dat, ja, dit eigenlijk alleen maar was voor het paarse en witte brieden van Pikmin. Dit is nog steeds de beste locatie om het te doen. Plus mocht je tijd over hebben, is het ook een hele goede locatie om je Pikmin dus zeg maar te breeden. Nou, we hebben nog een paar rode hebben we nog bij ons zitten. De paarse die hebben we op dit moment even niet nodig, maar mochten we wat vijanden en obstakels tegenkomen, dan is het toch wel handig om ze bij te hebben. En ik wil toch die gele meenemen heel eventjes voor die ene treasure. En dan wil ik heel eventjes exploren natuurlijk waar dat die andere treasure zich bevindt. Ik weet, het is even een knip-en-plak aflevering, want we zitten over de depth heen. Maar ja, die peach kroon die we dus nog moeten halen, die is heel erg belangrijk om te halen. En blijkbaar zit hier nog ergens anders ook nog een extra treasure. Dus ik loop hier heel even een rondje. Even kijken. Ah, die meter die blijft me gewoon even stilstaan, oké. Dus eventjes die meter in de gaten te houden. Alle Pikmin die we bij ons hebben zijn gelukkig flowers, dus we kunnen wel een beetje doorlopen. En ik heb de witte Pikmin even meegenomen om er toch een beetje snelheid in te kunnen gooien. Oké, nou ik zie hier dat hij toch nog omhoog gaat. Dus blijkbaar zit hier ook nog een treasure verborgen. Oké. Nou, daar zijn de witte mooi mee bezig. Het blijkt een kleine treasure te zijn. Dus die laat ik heel eventjes rustig aan de witte Pikmin over. Ik neem aan dat dat nog een ring is. Dat is zo te zien. Oh nee, is het een zaadje? Kunnen jullie hem aan, jongens? Denk het wel, hè? Kom op. Fort maken. Ik denk dat we hem wel aan kunnen. Dus nou, weet je wel, we gooien er even nog een paar Pikmin extra bij. Weten we het zeker dat we tot hij hem aan kunt. En dan gaan we heel eventjes terug naar Prinses Peach de kroon. Wat heel erg vervelend. Over de brug, hè? Niet onder de brug. Ik zie ze dat nog heel erg vaak doen zelfs. Dus
Nou ben ik dus een beetje zeg maar achter die glitch gekomen wat er dus zeg maar misgaat. Soms dan kan die item dus enorm blijven steken. Dan zijn er twee manieren om dit dus op te lossen. Eén is om zoveel mogelijk gele Pikmin er aan één zijde aan te kunnen gooien. En de andere is om dus de drie paarse Pikmin er maar op te gooien. Zodat hij dus niet van zijn locatie afgaat. En dat er niet zoveel Pikmin aan vast kunnen zitten. Dus wat ik ga doen is ik ga zelf eerst eventjes de paarse Pikmin truc proberen. Hopelijk dat hij nou wel wil meewerken. Dat ding. Dat is één. Dat is twee. Kom op. En hij zit nog steeds vast. Oké, dan gaan we het heel eventjes anders proberen. Hoeveel gele heb ik bij me? 25. Dat is net niet genoeg. Eventjes een beetje uitzoomen. En dan gaan we hier eventjes wat gele opgooien. Jij is los. Zo te zien is hij los nu. Dit was ingezonden via een comment. Volgens mij is hij nu los. Dus nu willen we de paarse erbij pakken. Kom op. Ja. Ja. Goed zo. Oh, wat ben ik hier blij om dat dit eindelijk nou eens een keer werkt. Zeg, goed, dan gaan we heel eventjes wat meer Pikmin er even opgooien. De rest nemen we even mee, dan gaat het toch een stukje sneller. En dan hebben we alle treasures hier te pakken gekregen. Oh, wat ben ik daar blij om, zeg. Heel erg bedankt voor dat in te zenden dat je gele aan de achterzijde wil gooien. Zodat de kroon los zal schieten. Dan ben ik echt blij om dat jullie mij dat verteld hebben. Dus nogmaals hartelijk dank daarvoor. Goed. Dan willen we eventjes onze Pikmin reorganiseren. Eventjes zorgen dat we wat gele extra hebben. Ondertussen dat we nou wachten op de kroon om te arriveren. Kunnen we heel eventjes wat extra rode Pikmin even breeden. Die we dus kunnen gebruiken om extra paarsje neer te zetten. Dus dat is altijd hartstikke handig. Dus nemen jullie even mee. En volgens mij is dit de 10 pallet. Ja. Maar als we die rood kunnen krijgen dan ben ik al helemaal blij. Oké, dan wachten we wel even hier. Blauw. Rood. Ah, hij wordt geel. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Kunnen we mee leven. Het is wel jammer dat je hier niet echt vaste palletposies hebt. Dat je dus echt maar geluk moet hebben. Dat je het op de juiste manier gooit. Oké, nou dus ik wacht heel eventjes tot hij weer blauw wordt. Dan weet ik zeker tenminste dat hij goed komt. En nou gooi ik hem in één keer goed. Ah, maakt niet uit. Gaat er maar op dat we eventjes wat extra rode Pikmin erbij krijgen. Daar komt onze kroon eigenlijk aan. Gele Pikmin er extra bij, maakt niet echt zoveel uit. Aangezien dat we gele Pikmin nodig gaan hebben voor die ene treasure die we nog op moeten halen. Yay! Unspeakable Wonder! Nou, dat we die klaar hebben gedaan, dat kost dan toch nog een extra dag. Ik dacht echt dat we maar één extra treasure nog nodig hebben. Maar nu hebben we dus bijna alle Pikmin hier. We hebben hier alle Pikmin nog sterker. Ja, jij bent die aan het dragen, dat is niet zo'n ramp. Oké, dan wachten we heel eventjes, want we hebben dus onze gele nodig en onze rode om die dus zeg maar te transformeren. Dus ik ga eens heel even kijken, hoeveel paars op het moment hebben we nu? Blijf jij zelf eventjes hier, kunnen we heel eventjes hierin gaan staan. Qua paarsje zitten we nu op de 72 en we moeten er 100 hebben. Ja, ik denk dat als we nog één keer rond gaan lopen, dat we dan wel genoeg zouden hebben. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dus de paarsje die mogen terug. De witte die mogen terug. Rood hebben we nou nog denk ik wel genoeg. Ik zal zelf even kijken. 9 die zitten nou in die onion. Dus we hebben dus... denk ik dat nog eventjes hoeveel gele hebben we bij ons? 27. Dat mogen er... Doe maar 30. En de Pikmin die we niet bij ons hebben, die zullen automatisch gevuld worden door de achtste bloem. Trouwens, ik denk dat ik nog heel eventjes dit doe. Ik zie jullie bij dat item, dus ik ben zo terug in een seconde. Oké, doei! Oké, nou ik weet niet waarom dat ik hem de vorige keer niet heb kunnen vinden, maar deze vijand hier heeft namelijk ook nog een item en die kan niet zomaar van de cliff aflopen. Er kunnen ook geen bomrocks bij komen.
Dus die moeten we echt op de legit manier verslaan. Daarom zei ik al dat we de schelen nodig gaan hebben. Dus ik haal hier heel eventjes die bomrocks heel eventjes weg. En ik dacht dus dat we nog vijanden nodig zouden gaan hebben om dus aan de kant te gaan gooien. Nou, er zijn inderdaad paarse vijanden. Maar bij deze, daar ben ik altijd heel erg simpel bij. Zorg ervoor dat je een paarse potion bij je hebt. Oké, ik pak hier heel eventjes een klein team van de paarse die we dus zeg maar bij ons hebben. Even de paarse even hier goed pakken. Zorg er wel voor dat je niet te dicht bij hem in de buurt komt. Want dat ding daar op het plateautje vindt het nogal leuk om van die klote dingen er op je af te schieten. Dus we lokken hem een beetje onze kant op. Niet te ver. Oké, dat is dichtbij. Dat is meer als genoeg. Ah, tijd zat. Oké, tijd om te move. We willen geen Pikmin kwijtraken hier hoor. Oké, nou jij gaat weer een nieuwe bom produceren. Dat maakt niet zo veel uit. Die gooi je nou lekker ver weg. Niet te dicht bij mijn andere Pikmin hoop ik. Nee, niks aan het handje. Oké, dus nou gaan we dus zeg maar aanvallen. Die ene stomme vijand. Ik weet echt niet waarom dat we hem de vorige keer niet hebben gezien. Ik dacht toch echt dat we alles goed hadden gecleared. Nou, blijkbaar ben ik het ook eentje vergeten. Nou, wat we dus willen doen is we willen zo dicht mogelijk bij hem komen. Paarse potion op hem spuiten. En hem zo snel mogelijk killen. Dus we gooien een paarse potion erop. We willen gelijk alle Pikmin erop gooien. En als hij dus ontdooit. Wat niet gebeurt. Oké, we hadden maar één paarse potion nodig. Maar mocht hij dus zeg maar ontdooien, dan wil je gelijk een tweede paarse potion opgooien. En niet dat het echt gelukkig nodig is geweest. Dus we hebben de treasure toch gevonden die hij bij zich heeft. En dit is eigenlijk de manier waarop ik hem altijd doe. Op sommige momenten kun je geluk hebben tot hij vastzit. Maar ja, bij vastzitten bedoel ik dat hij in één richting zeg maar vastzit. Je moet er echt geluk bij hebben. Maar goed, we hebben de Indominant CPU of zoiets. Weet ik veel. Kom even kijken. In ieder geval, dat was dus een treasure die we gemist hadden. Ja, we zijn nog één keer hier deze dungeons ingegaan. Ja, ik heb weer wat paarse Pikmin. Ja, ik heb weer wat witte Pikmin. Nou ja, de paarse Pikmin die komen. Hallo. Dit werkt ook. Ik wil eventjes een nieuwe manier laten zien hoe dat truc eigenlijk ook werkt. Maar ja, deze vloer, daar hadden we er dus eentje gemist. In de volgende vloer, daar kunnen we weer even wat paarse Pikmin gaan halen. Dus ik zie jullie terug wanneer dat we deze cave helemaal door zijn gelopen. Dus tot een seconde. Oké, daar is die extra CPU er ook nog eens een keer bij. We hebben weer 15 extra paarse en witte Pikmin. Geen Pikmin kwijtgeraakt, daar ben ik alleen maar heel erg blij om. Nou, denk ik dat ik heel eventjes de rest van de dag even ga kijken of er nog iets is waardoor dat ik misschien rode Pikmin nog even kan increasen. Aangezien dat we maar heel weinig rode Pikmin op het moment hebben. Maar voor de rest is er hier nou helemaal niks meer te doen. We hebben alle treasures, we hebben alle caves en alle treasures in de caves. We zouden nog wel een keer er doorheen kunnen gaan farmen. Maar op dit moment zitten we met, ik geloof, 87. 65 blauw hebben we hier. Ah, trouwens, kan ik zo even zien. We hebben 52 plus 35. Dat is 87 inderdaad. We zitten op 83 witte. Blauw hebben we er 65 van. Geel, daar hebben we er in totaal 67 van. En rood, daar zitten we nog een beetje op de lage kant mee. Dus we kunnen een beetje rond gaan kijken. Kijken of er nog even wat palletposies hier te vinden zijn. En tot we daar nog even wat Pikmin van kunnen maken. En voor de rest is er eigenlijk niks te doen. Dus ik zie jullie op het einde van de dag. Het is toch gewoon erg dat je gewoon helemaal niks meer zou kunnen vinden op deze plek. Zelfs hier hebben we alle palletposies gevonden. Zelfs een Pikmin 1 had nog plekken om extra Pikmin te farmen. Maar ja, aan de andere kant, we hebben genoeg nummers van Pikmin en de kleuren daarvan. Dus we zitten op zich wel redelijk goed. Nou, we hebben dus zeg maar eindelijk Valley of Repose, die hebben we helemaal compleet. En we hebben de depth behaald. Dus op zich niet echt een verkeerde dag. Nu ben ik wel nieuwsgierig wat er gebeurt met het leerlingssysteem. Aangezien dat we nou de president bij ons hebben. Oké, dus als we gaan kijken naar vandaag de report, wat we allemaal vandaag voor elkaar hebben gekregen, dan zien we dus dat we toch wel het een en ander hebben gehaald qua treasures, zoals de Spiny Alien Treat, dat ding dat we in de cave zijn vergeten, en natuurlijk de kroon van Prinses Peach of Prinses Daisy. Zoals je ziet, we hebben minder rode, we hebben iets meer gele, of ja, we hebben 5 gele erbij, blauw is hetzelfde gebleven, en we hebben in totaal zoveel meer witte en paarse erbij gehaald. Dus ja, onze Pikmin nummers zijn behoorlijk geïncreased. Zoals je ziet, geen extra deaths gekregen tijdens deze increase. We zitten op 41 losses, dankzij die gele. Daar baal ik nog steeds van. En, wie is dit? So, President, you are? I just got back from vacation to find out you're on the treasure hunt. Well, don't bother coming home until you found every item on your list. Ik denk dat dat de vrouw is van de president. Beetje hebberig type als ik het zo zie.
Aangezien, ja. Dus, maar goed, ik wil nog heel eventjes, voordat we gaan afsluiten, ik weet het even, een leuke lange aflevering. Wat maakt dat toch uit? Jullie vinden lange afleveringen toch ook wel een beetje aan de leuke kant. Om heel eventjes te gaan kijken, hoe heet nou het meest gevaarlijke beest van Pikmin? Tenminste, naar mijn mening. Ik vind het nog steeds het meest gevaarlijke beest. Ik zie hem hier nog nergens tussen staan zelfs. Even kijken hoor. Gatling Goroink. Creepy. In totaal heeft hij geen Pikmin van ons. We hebben er twee van verslagen. En die andere, dus die wandelende tank, die heeft gewoon 9 van onze Pikmin te pakken gekregen. En de andere die is zijn... Waardoor zijn die dan gegeven? Oh ja, gewoon een bomrocks. En zoals je ziet, we hebben nog een paar bazen die dus nog niet genoemd zijn. En dat kan interessant gaan worden. Maar goed, met dat wil ik dus terug naar de area. Wil ik jullie danken voor het kijken. Heb je nog vragen of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En in de volgende aflevering gaan we naar de Perplexing Pool. En ik heb er al sommige bij spoilers gezien. Dat sommigen bij de Perplexing Pool behoorlijk op een cave zitten te wachten. Namelijk met een hele grote spoiler erin. En misschien dat hij in de volgende aflevering komt. Ik durf nog niks te zeggen. Maar goed, ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering. En dan gaan we weer terug naar Perplexing Pool. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!